vandaag wordt het spannend met de oude hengsten. De oude hengsten zijn publiek gewend. Die wachten op het bijval van de mensen, op het enthousiasme. Wij zien het vandaag wat er gebeurt. De jonge hengsten kijken meer naar de verlichting. Bij de eerste rubriek, Nane 492. Voor ons de terechte nummer 1 in deze rubriek. En die draf maakt ook dat hij net het verschil maakte met de nummer 2. Dat we twee hengsten uit moeten nodigen voor de kampioenskeuring. En dat zijn op catalogus volgorde Alwin 469 en Arnold 471. Gefeliciteerd. We willen graag één hengst terugzien in de kampioenskeuring vanmiddag. En dat is Tjalle 454. Gefeliciteerd. We nodigen graag één hengst uit voor de kampioenskeuring van de oudere hengsten. En dat is Michiel. Maar wat een kwaliteit. Jonge hengsten die zich ontzettend goed hebben doorontwikkeld. En ze liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Op kop geplaatst. Teamen 503. Wat een plaatje om te zien. In deze rubriek nodigen we weer hengsten uit voor de kampioenskeuring. En we nodigen heel graag de eerste twee paarden uit, Teun 505 en Ime 507. Gefeliciteerd! Groep. We nodigen paarden uit voor de kampioenskeuring en dat gaan worden de eerste twee, 516 Boet en Arend. Gefeliciteerd! Deze groep nodigen we graag de eerste twee hengsten, Detmer en Beent, uit voor de kampioenskeuring van de jongere hengsten.
Gefeliciteerd. Dit was een hele spannende finale. Deze twee hengsten zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Zoals gezegd, het is echt een close call. De laatste ronde was misschien wel doorslaggevend. Kampioen van de oudere hengsten wordt Johannes 484. Oh, geweldig. Johannes 484, kampioen. Reservekampioen bij de jongere hengsten is geworden Jurre 495. En kampioen jongere hengsten, Teun 505. Zo, Teun. 4-4. We gaan de reservekampioen bekendmaken van de hengstenkeuring 2021. En daarna de kampioen. De reservekampioen is geworden, een hengst met een hele constante verrichting. Keer op keer weer een goed achterbeengebruik. Reservekampioen van de hengstenkeuring 2021 is Johannes 484. En kampioen van deze hengstenkeuring is de hengst met een excellente draf. Een hengst die je nooit in de steek laat. Hij stond net op de tweede plek. Maar we gaan hem vandaag kampioen maken van de hengstenkeuring. Gefeliciteerd. Daar komt er hoor. Jurre. Hengst. Ja, het is misschien net logisch, maar dat voelde jury. Een historisch moment voor de vierde maal kampioen Jurre 495 en de reservekampioen Johannes 484. Maar de vierde keer.